Weet je wat ze van mij seks bij de kust vinden? Dit is Rauwkost. Wij studenten hebben het zwaar. We krijgen geen studiefinanciering meer, maar we moeten wel iedere maand een superhoge huur betalen voor een kamer. En dan kan je bijvoorbeeld bij de bakker brood gaan verkopen voor 3,50 euro per uur. Maar je kan ook jezelf verkopen. En daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Hoe werkt dat? Dus vandaag duik ik de wereld in van de seks. Sekswerk. Ik kan het weer niet zeggen. Uit onderzoek van de UvA, onder 363 studenten, blijkt dat 6% aan sekswerk doet en 27% het wel eens heeft overwogen. Werk je als een prostituee achter het raam, dan verdien je 50 euro per uur voor een sessie pijp of neuken. En doe je hetzelfde, maar dan vanuit je huis, dan kun je een stuk meer verdienen. Ongeveer 100 euro per sessie. Bij webcammen moet je denken aan tussen de 2 en 15 euro per minuut. Voor pornofilms verdien je nog het meest, tussen de 300 en 2000 euro. Maar dan ligt het er wel erg aan hoe bekend je bent en hoe ver je wil gaan. Oh, you touch my tralala. We hebben nu afgesproken met Lau Muns. En hij is student en sekswerker. En we gaan hem alles vragen over hoe zijn werk eruit ziet. Ik ben heel benieuwd. Hallo. Hi. Ik ben Lyle. Lyle, leuk je te ontmoeten. Welkom. Kom Dank binnen. Je. Gezellig. Is het van jou? Nou ja, niet meer wel. Dit is het studentenflatwerk hoor. Lyle, vertel eens. Jij bent sekswerker. Ja. Toch? Ja. Wat voor sekswerker precies? Ik ben een escort, dus ik ga naar mijn klanten toe. Oké. Ik heb ook echt seks met ze. Ik ga je even vragen, wat voor een thee wil je eigenlijk? Ik heb groene thee. Ja, ik denk dat ik al ongeveer 1,5 jaar aan het werk was. Toen ik voor het eerst zei, toen ik een blog schreef, waarin ik uit de kast kwam als sekswerker. Mm-hmm. En dat was toen wel echt moeilijk. Ja, dat heeft lang geduurd voordat ik klaar was. Want hoe oud ben jij? Ik ben nu 23. En hoe lang ben je al actief als escort? Sinds mijn 18e. Sinds je 18e? Dus, ik vier bijna mijn lustrum. Oeh, hoe ben je daarin gerold? Ben je er niet in gerold, maar in getrokken? Nee joh, nee. Ik heb geen pooier of enge verhalen, dus zo spannend is mijn leven niet. Ik verdiende minder geld en ik ging meer uitgeven. En toen dacht ik terug aan dagen dat ik op een chatsite zat en dat mannen wel eens geld aanboden voor seks. Hoe vaak per week werk je ongeveer? Het is elke week anders. Dus het kan echt, nou ja, kunnen weken zijn dat je 4 klanten hebt die bellen, kan een week zijn dat je helemaal geen klant hebt. En ken je eigenlijk nog andere studenten die dit werk ook doen? Ja, zeker. Mm-hmm. Maar ik merk wel dat nadat ik mijn coming out heb gehad en nadat ik ook in media gesproken over mijn bijbaan, dat heel veel studenten naar me toe komen, zeiden ze nou eigenlijk weet niemand. Het ook altijd gedaan. Heb je advies voor studenten die misschien ook sekswerk zouden willen gaan doen? Ja, ik denk het allerbelangrijkste is, zoek een handvol mensen die je weet dat je kunt vertrouwen, waarvan je weet dat ze niet zomaar tegen iedereen gaan vertellen, zodat je iemand hebt waar je hart kunt luchten. Nou, dus 6% van de studenten die verdient geld met sekswerk. Ik hoop dat ik die 6% hier voor de UB tref. We staan namelijk voor de BIEB van de UvA. Maar anders ben ik benieuwd wat de andere 94% ervan vindt. Hebben jullie er wel eens over nagedacht om achter de webcam te kruipen? Nee, ik eigenlijk niet. Ik zou het zelf nooit doen, dus ik snap niet dat andere mensen het wel doen. Nou ja, dan moet brood op de plank doen. Mag ik vragen hoeveel jij verdient bij je bijbaan? Zou jij ook 50 euro per uur willen verdienen? Bijvoorbeeld met paaldansen? Waarom niet? Kan je paaldansen? Moet ik het nu voor doen? Ja. Graag! Heb je wel eens een hele slechte one-night stand gehad en dat je daarna dacht, shit, was ik er maar voor betaald? En dan zonder aanraking, bijvoorbeeld achter de webcam? Ja, dat zou ik zelf ook nog doen. Maar dat is anders. What if a friend told you that she makes money because of webcam sex? What would your reaction be? I would tell her, just come to like the call center where I'm working. they hire people, just come work there. Ik ben op dit moment met Yvette Luurs en zij is de voorzitter van de belangenvereniging Proud. En dat is een belangenvereniging die opkomt voor de rechten van sekswerkers. Wat versta je onder sekswerk? Sekswerkers zijn mensen die een seksuele service of een seksuele performance of een seksuele dienst aanbieden. Jij bent zelf ook sekswerker, toch? Ja, dat klopt. En wat doe jij precies? Ik werk in de porno-industrie en ik werk achter de webcam. Oké, okay. Mag ik vragen hoe dat zo is gekomen? Jazeker. Jazeker. Sowieso, seks. Ik vind seks leuk, maar ik vind ook kijken naar seks leuk en denken over seks en praten over seks. Ik heb het wel langzaam aangedaan. Ik vond het wel belangrijk dat ik goed mijn eigen grenzen in acht nam. Mm-hmm. Want het is natuurlijk hartstikke spannend en het ja. heeft
ook gewoon gevolgen. Als je eenmaal bloot op het internet staat, kom je er nooit meer vanaf. Ja, hoe zit dat met je ouders bijvoorbeeld? Mijn ouders weten wat ik doe en ik denk ook wel dat het belangrijk is. Als je dit werk doet, dat je mensen hebt, dat je mensen om je heen hebt die weten wat je doet en die je kunnen steunen. En hoe was de allereerste keer seks op beeld? Was je toen niet een beetje verlegen of vond je niet heel spannend? Ja, ik vond het heel spannend. Gelukkig was ik de eerste keer met iemand die het al vaker had gedaan. En die seks in het algemeen, als ze vaker seks had. Zij heeft heel fijn zo'n beetje zo de leiding genomen door de scène heen en dat was heel prettig. Ja. Heb jij er ooit over nagedacht om ook seks te hebben met klanten in plaats van tegenspelers? Ja, dat heb ik. En dat wil ik ook eigenlijk al heel lang. Maar ik wil daar dan ook wel graag een film over maken. Dus ik stel het nog even uit. Maar stel dat je wel besluit om achter het raam te gaan werken. Dan ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe je nieuwe kantoor er dan uitziet. Nou ja, we zijn op de Wallen, dus dat moet wel ergens lukken, denk ik. Dus we zitten op dit moment in een peeskamer. Eigenlijk ja. Een soort flexwerkplek voor prostituees, toch? Ja, dat is denk ik wel een goede omschrijving. Want als sekswerker hier op de Wallen huur je eigenlijk een lege werkruimte. Dus je bent zelfstandig ondernemer, je moet naar de Kamer van Koophandel, je hebt een accountant. En dan, nou ja, dan huur je per dag, of per dagdeel, huur je hier dan een werkplek. Ja, dan nemen ze dan ook hun eigen accessoires mee? Of toolkit? Ja, zeker. Want je hebt natuurlijk... je condooms nodig en eventueel speeltjes. Hoeveel kost het dan om een kamer hier te huren? Voor een uur? Of? Nee, je huurt hier niet een kamer voor een uur. Je huurt een kamer voor een dagdeel. Tussen de 70 en 170 euro. Dus dan moet je best wel veel mensen... Ja, je moet al best veel klanten hebben. Je moet al best verdienen om je kamerhuur te betalen. Maar ja, dat is natuurlijk in elk bedrijf zo. Vond je dit nou een leuke video en wil je meer zien? Ga dan naar... Nee, grapje. Like de video, abonneer je op Rauwkost en laat weten in de comment of jij ooit sekswerk zou willen doen. En wat je met mij zou willen doen. Nee, grapje. Oké. Meer zien? Ga naar npo3.nl/Rauwkost.